Yo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug bij The Division. Het is natuurlijk de closed beta, hij is er niet zo lang meer. Op het moment dat ik dit opneem is het 30 januari en de beta is er tot 31 januari. We gaan gewoon verder waar we de vorige keer zijn gestopt en dat is met deze character. Jullie zien mijn stats, de skillset, de wapens die ik op het moment vast heb en gewoon de gear die ik draag, hoe ik er zeg maar uitzie qua outfit. En wat we dus nog gaan doen is eigenlijk de laatste overgebleven sidequest die de closed beta nog te bieden heeft. Natuurlijk zit er niet heel veel in deze beta, het was puur een servertest. De Dark Zone was voornamelijk een groot ding wat ze wilden testen waarschijnlijk. En voor de rest gaan we dus nu nog deze overgebleven sidequest doen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben, een like achterlaten. En let's go. Bij het klikken op kruisje gewoon. Nou, de game had even 2 minuten nodig om op te starten, maar ja, dan heb je ook wel wat, hè. Want dan heb je dus een game zonder laadscherm. Dat is redelijk revolutionair, dat zien we deze tijd niet echt veel eigenlijk. Dat we dus op next-gen console spelen, maar dat eigenlijk elke game nog steeds bizar veel laadschermen heeft. Dat is iets waar ik me redelijk aan stoor. En deze game heeft gewoon geen laadschermen. Dus super nice gedaan. En ik moet ook gewoon weer helemaal een pokkeind terug. Dit is in ieder geval mijn guns waarmee ik ben geëindigd. Wie ik nu heb. Ik heb een blauwe submachine gun en gewoon een RPK. Heerlijke assault drive. Of tenminste, het is eigenlijk een light machine gun. Hè? Een LMG. Ik heb mijn flesje water op mijn rug. Mijn rugzakje zit vol. Ik zie er ook gewoon redelijk casual uit. Zoals ik er in het echt ook uit zou kunnen zien. En een submachine gun. Dus laten we zo snel mogelijk gaan. We gaan even een missie selecteren. Bijvoorbeeld, waar waren we mee bezig? We zouden aan de slag gaan met... Ik zie hier een friend. Titan speelt hem. We zouden aan de slag gaan met deze missing person. En we gaan gewoon part 2 doen. We hebben part 1 de vorige keer gedaan. We gaan nu naar part 2. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Let's go. Ik skip dit stukje wel even, want deze straten hebben jullie al gezien. Dus jullie zien mij straks wanneer we aankomen op bestemming. Oké, okay guys, toch laat ik dit stukje er gewoon in, omdat ik... Oh... Dacht het niet. Geen granaatje, knul. Oh, fuck. Spring er alsnog in. Lekker dom. Maar ik was dus aan het rennen. Ik vind hier gewoon allemaal, toch wel nieuwe content. Door gewoon een zijsteegje in te rennen. Dus niet over de grote straten gaan, maar gewoon een zijsteegje in te rennen. En meteen tref je ook weer coole shit aan. Dus weet je wat, ik laat het er gewoon lekker in. Wat zit erin? Zo, een redelijk wapen hoor. Een classic RPK. Dan gaan we toch meteen even een inventory om te checken. Oh fuck, zie je? Nou heb ik het weer omgeswitcht. Nee, deze wil ik vervangen door die. Ja. Deze wil ik vervangen door de classic RPK. Of heb ik die al? Ik heb die op het moment al ingesteld. Het is al een classic RPK. Nou, ik heb er in ieder geval een mod op geknald. En ik kan nu net zo goed... Deze is nu gemod, als het goed is. Browse backpack. Kijk, er zit er gewoon nog één in. Deze kunnen we net zo goed gewoon kapot maken. Maar ja, dat kan niet. Ik kan geen wapens kapot maken. Dus die moeten we straks gaan verkopen. Ik heb nog steeds mijn submachine gun en nu die classic RPK met een mod erop. Dus dat is nice. Oh, kijk, nou kan je zo inzoomen. Nice. Dus het heeft wel degelijk een scope nu. Cool. Dus wat we hebben gedaan is simpelweg collectible opgepakt, guys neergeknald en nu op weg naar Missing Person. Toch weer over de grote straat. Dus als het goed is hebben jullie deze content al gezien, maakt het ook niet uit. We gaan nu denk ik dan maar over deze binnenplaats, om het in ieder geval een beetje interessant te houden. Om te kijken wat we daar aantreffen en wat we allemaal kunnen doen hier.
Die sneeuw ziet er echt heel erg mooi uit. Kijk, we zijn er al bijna. Oké, ik vind opeens... Kijk, een andere doorgang. Redelijk cool. Ik weet niet of ik hier iets nog aantref voor de rest. Volgens mij heal ik dan. Ja, dan heal ik. Best wel vet. Oké, we zijn er bijna. Oh vet, ik zie hier ook nog een vette area die ik kan fixen als het goed is. Even kijken of dit een sidequest is. Nou, als het goed is heb ik dit al gefixt. Ja, dit gebied heb ik al gefixt. Zie je, er staat wel dat het een hupplepup zone is. Maar daar heb ik de sidequest al in gedaan. Dus dat ga ik nu niet doen. Dat hebben we natuurlijk al gedaan. We zijn aangekomen bij Missing Person. En het is part 2. We hebben part 1 al gedaan. Dat ging om die muzikant. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar als het goed is, is er één leider binnen ons... Binnen onze basis. En haar zuster is een missing person. Is dus kwijt. Is zoek. En wij moeten... Shit, gaan fixen. Search the area. Echo available for playback nearby. Oh ja, inderdaad. Vet. Oké, dit is haar en zij heeft, ja, current status missing, duh, het is een student. En zij ging dus hier naar binnen, het is totaal niet duidelijk, het is ook niet echt een clue dat ik denk, zo, hey, nou weet ik toch echt waar ze is hoor. Alles behalve natuurlijk. En dan hebben we hier nog part 3 en dan daarna part 4. Lekker duidelijk allemaal niet. Nou, ik volg wel gewoon de navigatie, want ik zou uit mijn hoofd niet weten waar ik moet zijn. Easy now. I'm no danger. Wat ik wel mis tot nu toe, ik weet natuurlijk niet of dat een mod is later, maar echt zo'n goede zaklamp. Dat als je dus door donkere steegjes loopt of... Why do you want to do that? Nice. Maar dat als je dus door donkere steegjes loopt of donkere kantoorgebouwen moet checken op de vierde verdieping waar je echt alleen ja, kapotte desken en bureaustoelen ziet staan en zo, dat soort dingen, dat zou zo vet zijn als je dan met zo'n zaklamp op je wapen er doorheen kon zoeken. Oké, hoe dan ook moet ik deze brandtrap op. Well, we gotta stand out here in the cold while you get first dibs. Fuck, it is cold. Just shut up and watch the alley. Ben benieuwd, ik ga erop jongens. En we gaan natuurlijk part 4 aanzetten nu.
Ik sta er bijna op ook gewoon. Ja, die staat aan. En die stuurt mij eromheen. Maar ik denk zelf dat ik op het dak moet zijn. Wow. Wow, je kan ook gewoon naar binnen. My guitar over some guy's head, though. You what? No, never mind. Now listen, Heather, I'm sending an escort to bring you in safely. Stay right where you are and do not move. Wacht eens even, ik ben er nog niet eens. Oh wow, ze was al die tijd gewoon hier. Jeez, you guys are quick. Can I get out of here now? As for you, Agent, this means a lot to me. An awful lot. I'll send a JTF patrol to bring her back, but let's just say that I owe you one. A big one. I can't thank you enough. I'll be in touch. Lau out. Tof, we hebben haar gevonden en die commander die is gewoon fucking blij. Die zegt, ja, ik ben zo blij met jou, ik sta bij jou in het krijt. Oké. Hebben we dat ook weer gefixt? Ik krijg er wel nieuwe spullen voor. Daar gaan we natuurlijk even naar kijken. Bij mijn inventory. Ik kreeg iets blauws. Sowieso kreeg ik deze. Dat is wel beter blijkbaar. Er staat een groen dingetje bij. Dus dan deconstructen we deze. Tof. Oké. En ik kreeg nog iets anders. Maar ik zou niet weten waar dat zou moeten staan. Dat was ook iets blauws namelijk. Nou, oké, het zal wel, jongens. We gaan naar beneden hier. En we gaan de volgende quest doen. En dat is natuurlijk wel het toffe, dat je gewoon al die quests nu kan afgaan die de beta nog te bieden heeft. Het zijn er niet heel veel meer. Maar hoe dan ook wel een paar. En ook een paar toffe, want ik vind het heel vet om te doen. Wow! Ik had niet verwacht dat die weer enemies zouden zijn. Wow. Readings indicate an echo nearby. Hij had iets blauws bij zich, serieus? Windbreaker of zo. Hij had een jassie die ik gewoon aan kan trekken. Cool. Nou, medkit, bla bla bla. Voor de rest niet veel bijzonders. Wat zou hij bij hem hebben? Hij heeft. Oh, nou, ik heb het nu in ieder geval meegenomen, maar het is niet beter dan echo beacon detected. Ik zie hier wel nog een collectible en wat ik ook zie is dat er een encounter heel erg dichtbij is. Dus die gaan we sowieso activeren. Die zetten we aan en ik zie dat hier een collectible is. Kijk, weet je wat het is? Dit speel je natuurlijk puur om de game te testen. Laat duidelijk zijn, laten we echt vooropstellen, dit is een beta. En alles wat je doet, ook al vind je nu een exotic weapon, daarom boeit het me ook echt geen moer met welk wapen ik speel, zolang ik het maar lekker vind spelen. Alles wat ik namelijk krijg zal verdwijnen zodra full game uitkomt. Dus het boeit me echt niet of mijn wapen nou exotic is of niet. Oh nice, die waren in één keer neer. Of het nou exotic is of niet, of weet ik veel wat. Ik zag hier iets paars. Kan aan mij liggen. Hier is iets paars, als je op de map kijkt dan. Maar ik zie dat er een gevecht is hier aan de rechterkant. Waarschijnlijk is die encounter al bezig, dat is dat groene. A new agent is joining your team. Shoot.
Whoa! Ik zie een grenade emblem, maar wat, ga je hem gooien of wat? Okay, come on, we're going there. Go, 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 go. Warning. Hostile presence detected. Sick. Oh, nice. We moeten de sleutels zoeken. Deze hadden volgens mij niet allemaal. Nee, ze hadden totaal geen goede items. Best wel vet hoe het gevecht zo loopt, want het ziet er ook echt mooi uit hier in die straten. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen, ik ben zo benieuwd dat als ze dit soort content geven in de beta. Gewoon dit soort minuscule kleine sidequests en side missions, zoals ze het dan noemen. Quest is typisch RPG. Ze noemen zichzelf wel een RPG. Ik zie het meer als MMO. En daarom stellen de side missions ook zo weinig voor. Maar ik ben benieuwd of ze ook wat iets diepgaandere sidequests hebben. Met ook bijvoorbeeld een cutscene eraan vast gelinkt of zoiets dergelijks. Dat moeten we allemaal nog maar afwachten. Ik heb geen flauw idee wat deze full game te bieden heeft. En of überhaupt... Bijvoorbeeld die Madison Square Garden. Dat was typisch een strike. Dat zou zo'n strike van Destiny kunnen zijn. Maar die... Raids. Zullen de raids in zitten hier? The civilians have been secured. Helemaal niks. Doing what you're doing. En hier zit als het goed is loot in dan. Ja, kijk maar. Equip item. Cool. Zo, we gaan naar buiten. We hebben deze mensjes bevrijd. Hoe lang zijn we bezig? Nog niet echt heel erg lang. Even kijken wat er in de buurt is. Er is een groene encounter in de buurt, maar echt recht voor mijn neus is iets anders. Wat is dit trouwens? Dit zijn electronic parts. Alright, we gaan deze missie doen, jongens. Encounter. Cool, we zijn redelijk dichtbij ook, dus dat gaan we fixen. Civilian in need. We zijn natuurlijk die liefertjes, wij willen helpen zodra het kan. Ik ben level up. Nee, dat petje hoef ik niet. Nice, ik ben level 7 geworden. Nice overzicht, het ziet er ook echt gruwelijk uit zo. Oké, we gaan het volgen. Op 75 meter al. Die quests liggen redelijk dicht bij elkaar. Het is natuurlijk ook niet een al te groot gebied. Wat ik wel meteen jullie wil laten zien nu ik toch over gebieden praat, is als je die map bekijkt en je zoomt helemaal uit, dan is dit, als het goed is, full game map. Maar ik hoop niet dat dit full game map is. Wat ik hoop, is dat het binnen deze straal is, inderdaad. Dat dit full map is. Dus dat rondje. Dat de cirkel full map is, dat hoop ik. En niet deze witte lijn. Want, wat ligt hier? Inderdaad, Central Park. En ik wil meteen naar Central Park in full game. En als het goed is, is dat zelfs een gebied van de Dark Zone. Dus dat je een stukje Central Park met sneeuwstormen in de Dark Zone hebt. Dat zou perfect zijn. Maar in deze soort world map houdt het op. Het lijntje stopt hier. Terwijl hier wel content is, zoals je ziet. Buiten de map zie je wel al dat er gebouwen gebouwd zijn en... Central Park ligt er net buiten. Je kan me echt niet vertellen dat hun de plank gaan misslaan door Central Park er niet in te stoppen. Of misschien zelfs door middel van DLC, je weet het natuurlijk nooit. Ik had hier ook nog iets op de map gezien net, daar rende ik langs omdat ik de missie ging doen, maar ik zag hier iets blauws. Kijk, zie je, er is iemand dood en het is een collectible. Grappig. Je krijgt er ook maar 300 XP voor, terwijl ik zie dat je 18.000 XP nodig hebt. Dat is nogal wat, 18.000 voor een level up. Dus dan moeten de quest ook wel ietsje meer voorstellen als je zo hoog level up moet gaan. Het wordt mistig, het dynamische weertype verandert. Intercepting JTF radio traffic. Oké, okay, switch over. Analysis complete. Uploading coordinates.
Huh, den a den? Oh, what the fuck? Hoe kan er om de... What the fuck, gast? Ik dacht gewoon dat ik mezelf zag lopen. Jij moet echt je PSN gaan aanpassen, hoor. Het is echt super raar en verwarrend, man. Ook andere mensen zullen die verwarring hebben. Hoe irritant is dat? Kijk, het is wel nice dat je nu in mijn video's zit, maar je hebt gewoon exact mijn PSN-naam zonder streepje. Dat is echt mega verwarrend. Without you, you would have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Oh, die venten op. Warning, hostile forces approaching. We've got tangos inbound. Oké, jongens, we moeten eens gaan defenden. Super nice. Dit is een soort defend missie. Dus ik ga hierheen. Hup. En extra cover. Warning. Hostile forces approaching. Oh, nog meer hostile forces. Wow, die gast, jongen, hij kwam zo close. Wow, dit werkt zo lekker. Hey, encounter completed. Nice, dat ging redelijk snel. Dat ga ik allemaal niet meenemen. Grenade, dit is een medkit als het goed is. Of niet, pak je hem niet op? Nee, blijkbaar niet. Cool, cool. We hebben een encounter gecomplete. Deze mensen zijn blij. We hebben ze eventjes geholpen met het defenden van deze plek. Terwijl er allemaal bandits op afkwamen. Of wat is het? Ja, je noemt het bandits. Maar het zijn een soort straatgangs. Hè? Een soort corrupte guys die door dat virus... niet dat ze het virus hebben, dat bedoel ik niet. Maar omdat de stad in puin ligt, zijn ze gewoon heel crimineel geworden. Zo is het simpel, echt gewoon. Heel corrupt. Nou, applausje voor jezelf, naamgenoot. Naamgenoot zonder streepje. Kijk gewoon, kijk rechts in het scherm. Dan zie je mijn gamertag. Denaden met streepje. Kijk naar zijn naam. Denaden. Hoe super verwarrend. Elke sub die mij wil toevoegen, denkt gewoon dat hij, dat mij is. Zelfs Patrick had het. Zelfs Black Dragon had het. Redelijk verwarrend. Ik ga hier in ieder geval mijn aflevering stoppen. En gaan dan de volgende part verder met de laatste paar sidequests die de game te bieden heeft. Laten we even kijken om hoeveel dat zal gaan. Dit zijn trouwens echt landmarks. Hè. Dit zijn echt gewoon mooie gebieden. Zie je? Koreatown. Dit zijn echt gewoon plekken, hele bekende plekken uit New York. Die je kan checken in deze game. Maar goed, er zijn nog 1, 2, 3 sidequests over. En daarna heb je nog deze officer. In de hub, zeg maar. De social hub. En daar heb je nog 1 officier. En die kan, als het goed is, ook nog iets geven ofzo. Maar er zijn dus gewoon nog maar 3 quests. Dus dat ga ik de volgende aflevering doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de game. Een like achterlaten. Even een leuke reactie achterlaten wat jullie in ieder geval van de game vinden tot nu toe. Wat jullie denken dat het gaat worden of jullie de game zelf hebben gespeeld, etc. Dus tot de volgende video, jongens.